Resultaat. De wasmand is leeg. De wasmand is leeg en die moet terug naar boven. Dus wat doet ze met die wasmand? Ze zet die aan de... aan de trap. Ik laat dat even bezinken. Ze zet die aan de trap. Dat is de visuele suggestie. Wat zij denkt van, hij gaat dat gezien hebben. Hij gaat dat zeker zien staan. Hè? En inderdaad, hij heeft dat gezien. Maar hij heeft er geen last van. Hij gaat zo van boven naar beneden komen van, hey, staat hier een wasmand. Oh ja, dat is leven. Hè? En zij denkt van, oei, hij heeft het niet gezien. Dus wat doet ze? Ze begint die wasmand te verzetten. Hier, staat in zijn weg. Hij gaat het zeker gezien hebben. Hè? Gaat zo van boven naar beneden komen van, tja, nu heeft ze dat hier gezet, die wasmand. Dat is zo. En zo van boven naar beneden zijn onderbroek en kous niet smijten. Zo van, dat is toch wel een hele rare plaats om een wasmand te zetten. Maar ja, het is haar beslissing. Ik kom daar niet intussen. Hè. Dat is... En die wasmand die raakt nooit boven. Die raakt nooit boven, die wasmand. Mijn vrouw had er een keer iets op gevonden. Ze had er een briefje op gekleefd. Een post-it-noot. En in drukletters opgeschreven, hoe lang moet ik hier nog blijven staan, Arnoud? Heel slim. Ik heb er een ander briefje onder gekleefd. Totdat je vol bent. Dus... nooit boven. Nooit boven raakt je. Piraten nemen het over. Als jij je mobiele telefoon aanzet, moet je een viercijferige pincode intikken. En dan zegt hij, code geaccepteerd. Het is mijn toestel. Het is mijn code. En hij bepaalt of die wel of niet geaccepteerd wordt. Als jij zo'n kleine compactcamera hebt en je maakt een foto, klikt die nooit meteen af. Er zit altijd zo'n arrogante vertraging tussen. Huh? Nou, nu klik. Nee, wanneer ik het wil.